Nou, we hebben gelijk gezegd, we gaan naar een nieuw gebouw, dus pakken we ook het mobielvrije verbod aan, zeg maar. Ja, gaat hartstikke goed. Ik ben daar heel erg tevreden over. Ik was ook wel een van de voorstanders om ook mobielvrij te zijn. Je ziet dat er nu veel meer met elkaar gepraat wordt. De lessen kunnen veel rustiger beginnen, omdat er gewoon geen mobiel is. Dus ik ben heel erg enthousiast over die regel. Eerstejaars weten niet anders, omdat ze natuurlijk hier voor het eerst op school zijn. Maar tweede en derde en vierdejaars, ja, dat is wel even wennen. En daar hebben we ook wel stevige discussies mee. Waarom waren we niet in de pauze? Maar we hebben voor de duidelijkheid gezegd van nee, we willen helemaal een mobielvrije school zijn. Dus thuis of in de kluis. Jongens, het is een mobielvrije school. Is het lastig? Ja. Ja, heel erg. Ja, ik heb wel, zeg maar, dat wij wel veel praten met, zeg maar, met mijn vrienden. Je kunt veel rustiger de les beginnen. Het is echt veel meer rust. En ze zijn minder snel afgeleid. En ja, ik denk dat het ook de cijfers ten goede komt. We zijn nu met de eerste toetsen bezig. Dat toch hoger is en dat de concentratie beter is. En dat leerlingen je ook aankijken. En dat vind ik een ontzettend groot voordeel. Merk je ook dat het helpt met de concentratie? Ja, dat wel, want het is veel rustiger. En je kijkt niet bijvoorbeeld als je een app wil zo krijgt op je telefoon. Ja, zeker wel. En ik raak ook dan minder afgeleid. Ja, natuurlijk kun je mobiel niet verbieden in de maatschappij. Het is onderdeel ervan. Maar juist op school is het ook belangrijk om juist te leren dat je ook andere dingen kunt dan niet met je mobiel bezig zijn. En dat hebben de ouders ook op die manier uitgelegd. En ja, daar waren eigenlijk alle ouders voorstander van. Dus ook met de ouderavond. En dat is gewoon heel prettig dat je de ouders ook mee hebt. Want dat is ook wel een voorwaarde. Als ouders thuis zeggen, oh, flauwekul. Ja, dan wordt het heel lastig om het hier als school ook te kunnen handhaven. Maar goed, we zijn daar wel heel consequent in, moet ik zeggen. Denken jullie dat jullie het nog halen tot het laatste jaar zonder telefoon? Ja. Jawel. Denk het wel. Moet wel lukken.